Goedemiddag allemaal. Ik ga eventjes mezelf opzoeken. Dat is wel zo handig. Nou, leuk als je even laat weten als je er bent. Kijk, ik heb mezelf gevonden. Nou, de eerste die hebben mij al gevonden. Nou, leuk als je even laat weten. Zo, geluid uit. Goedemiddag, hallo. Wat leuk dat jullie er zijn. Nou, ik kijk heel even met een andere iPad mee. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar volgens mij moet het goed komen. Ik... had gisteren ook op mijn telefoon wel problemen met Facebook. Maar dat was weer meer als ik zelf op een live wilde reageren. Dus volgens mij ligt dat echt aan de app zelf. Dus ik ben nou in gewoon zo'n internetbrowser, zeg maar, op Facebook gegaan. En dan ziet het er allemaal iets anders uit. Dus op zich lijkt het best wel handig hoe het er nu uitziet. Hallo! Nou, laat even weten als je er gezellig bent. Is het beeld zo goed voor jullie? Want... het is natuurlijk weer lekker licht hier. Dus ik had het doekje al wel weer even teruggehangen. Nou, ik had al laten weten, het is voor mij heel spontaan. Want ja, ik kan het dan niet zo goed over mijn hart verkrijgen. Als er dan ineens geen live is. En dat kan natuurlijk, hè. Dat is ook helemaal niet zo'n probleem. Er zijn genoeg dingen op YouTube die je dan lekker terug kan kijken of in de groep zelf. Maar ja, ik kom wel nu. Dus vandaar dat ik last minute iets heb bedacht. En eigenlijk dacht ik, dan vind ik het wel gewoon leuk om lekker aan de slag te gaan met bloemetjes maken. We gaan dus niet echt een specifieke creatie helemaal maken. Maar we gaan die lekker kleuren. Ik ga de distress oxides gebruiken. Ik heb allerlei kleurtjes klaargelegd. Maar hebben jullie ideetjes met ik wil een bloem in die kleur? Laat het vooral weten. Ik had ook nog deze. Die had ik in eerste instantie nog niet bedacht. Maar deze die heb ik vorige week binnengekregen. Dat is een van die nieuwe. En die blaadjes die zijn ook echt super leuk als hulstakje, zeg maar. Besjes, die spraken me ook aan. En daar zitten dus ook allemaal van die bloemetjes nog bij. Ik leg deze nog wel heel even aan de kant. Want ik had die minis allemaal al uitgestanst. Dus laten we hier gewoon mee beginnen. En dan kunnen we altijd die nog eventjes stansen. Ik heb gebruik gemaakt van het floral. Ik pak gewoon even die verpakking. Ik probeer er niet bij te komen, maar hè, dat is altijd lastig. Met het soft finish cardstock van ECD. Deze die heb ik gebruikt. En dan heb ik die op A4 formaat van 240 grams. Dus dat is het papier wat ik nu ga gebruiken. Die heb ik dus al gestanst. En er zitten dus in dat kleine setje allemaal verschillende bloemetjes. Als je dat setje uit de verpakking haalt. Dan heb je eigenlijk op ieder die-stripje een andere bloem staan. Ik leg ze hier even neer. Dus je hebt 12 verschillende modelletjes. Nou, die kun je natuurlijk zoveel uitstansen als je wil. Ik heb ze allemaal een aantal keren gestanst. En daarnaast heb je nog verschillende vormen blaadjes. Een groter blad. En uiteraard voor het hart van de bloemetjes. Nou, die leggen we even aan de kant. Ik zag net iemand zeggen van, ik ben ondertussen ook lekker zelf aan het... aan het hobbyen. Ik weet even niet goed wie dat was. Maar ik ben wel benieuwd wat je aan het doen bent. Ik had deze al een beetje gekleurd. En die heb ik gekleurd met verschillende kleuren. Geel en een beetje oranje. Misschien is het leuk om met die kleurenstelling even te beginnen met dit modelletje. Dan kan ik laten zien hoe ik die kleur heb gedaan. En dan kunnen jullie ondertussen nadenken over een bepaalde kleur. Bloem die je leuk vindt. Nou, dan heb ik de mustard seed. De spice. Ja,
marmelade, marmalade, geen idee hoe ik het uitspreek. En de fossilized amber. Dit is dus ook een gele tint. Nou, ik heb last minute al wat spulletjes doorgestuurd om te linken. Die zijn ook zelfs al gelinkt, zag ik. Ik ben alleen de link vergeten te kopiëren. Dus mocht iemand toevallig de link zien, dan mag je hem zeker even delen in de reacties. Daar heb ik wel een aantal oxides alvast gelinkt. Maar ja, dat kan natuurlijk van tevoren is altijd lastig inschatten met welke kleurtjes je gaat gebruiken. Welke kleurtjes je gaat werken. Dus anders dan voeg ik ze later nog gewoon even toe. Nou, ik gebruik nu dat hele kleine brusje van Studio Light. En ik begin eigenlijk altijd vanaf de buitenkant al een beetje te draaien. Hou er wel rekening mee. Ik maak de bloemetjes nat op het moment dat ik ze ga vormen. De oxide die is natuurlijk op waterbasis. Dus hij is niet watervast. Wil jij niet dat die inkt helemaal gaat uitlopen, dan is het wel verstandig om watervaste kleurtjes te gebruiken. Maar ik heb bij de oxides natuurlijk zoveel kleurtjes die leuk zijn, dat ik dacht, ik ga toch met oxides werken. En ik vind het eigenlijk ook een leuk effect hebben als die kleurtjes een beetje overlopen. Oh, kerstkaarten aan het maken zie ik al. Oh, wat leuk, Anna. En geef ze dan van tevoren al wensen door? Of ga jij gewoon kaarten maken en dan komen ze kijken wat je hebt gemaakt? Ik ben wel benieuwd hoeveel kerstkaarten je dan mag maken. En welke spulletjes je nu aan het gebruiken bent. Zo. Kijk, dat oranje doe ik eigenlijk vooral een beetje aan de buitenkant. Nou. Leggen we die even aan de kant. Dan gaan we vast die eerste heel eventjes een beetje opbollen. En vormen. Het wordt gewoon even een beetje een uitzending waar we lekker een beetje gaan kliederen, een beetje gaan spelen. Even kijken. Doe ik ze eerst even omdraaien. En dan doe ik altijd even mijn sprayflesje gebruiken. Die heb je natuurlijk ook in verschillende merken. Ik heb die van Nouveau. Ik heb hem ook van Tim Holtz gehad. Dus ja, dat kan natuurlijk allebei. Nou, het setje kennen jullie denk ik wel van Spellbinders. Ik ga eerst even met, ja, ik noem het maar even lepeltje. Bij die blaadjes. En dan ga ik eigenlijk van boven naar beneden. Ik zit heel even te kijken of ik misschien het beeld iets verder moet inzoomen. Of dat voor jullie makkelijker is. Oh, deze reet. Dat vind ik wel heel leuk om te lezen. Dat je dan zin krijgt om ook aan de slag te gaan. Is dit beter? Duurt dat even voordat jullie het zien. Alleen zien jullie mijn handen dan nog beter in beeld. Hè? Dat is het nadeel. Ja, weet je. Als je last minute iets bedenkt. Dan heb je natuurlijk. Of in ieder geval last minute weet dat je live gaat. Heb je ook niet heel veel tijd om voor te bereiden. En toen dacht ik. Ik vind het altijd heerlijk als je zo'n lekker voorraadje hebt aan bloemetjes. Maar ik vind het ook heel ontspannend om lekker bloemetjes te maken. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden om naar te kijken. Nou, in eerste instantie heb ik dus alleen, ja, ik noem het even dat lepeltje gebruikt. En nu ga ik gewoon nog een beetje rollen. Zo, dat blaadje is lekker dwars. Kijk, super. Er lag een stukje op mijn matje. Een haartje. Een beetje heen en weer bewegen. Normaal toch nooit tijd. Even kijken. Er werd een vraag gesteld. Oh, dat kan zeker. Ik ben even aan het kijken waar die vraag staat. Hey, die zie ik ook helemaal niet staan. Even kijken, misschien dat degene die vraag heel even kan. Oh, wacht, hier, van Darlene denk ik.
Corporate Hobby Fashion. Ja, is nog steeds geen live meegeven. Kan dat een keer? Oh, zeker kan dat. Ik zal wel even in het live team overleggen. Ik heb die momenteel zelf niet. Maar ja, wat er niet is, kan nog komen natuurlijk. Maar ik zal wel even overleggen of er iemand toevallig hem heeft. En of er een live meegedaan kan worden. Dat is alleen maar leuk als jullie vragen stellen. Dus dat kan zeker. Nou, ik vind het leuk als die bloemen dus ook gewoon allemaal een beetje niet helemaal strak zijn. Want dat is natuurlijk in het echt ook niet dat het lekker losjes is. Thea die vroeg over de live om 3 uur. Dat is wel een tijd waar we vaker een live doen. Maar voor vandaag was er inderdaad geen gepland. Maar is de live van vanavond vervallen. En ik heb geprobeerd of ik nog wat kon schuiven. Maar dat lukte mij niet. Ik ben... Was sinds gisterochtend en tot en met vandaag, zeg maar. Tot en met vanavond heel laat. Alleen met Jules, mijn dochter. En om dan 's avonds live te gaan, dat is toch een beetje lastig. Want dan zul je altijd zien dat ze niet wil gaan slapen. Dus dat gaat hem gewoon niet worden. Want ik moet er nog even bij oma ophalen vanmiddag. En dan uiteraard nog eten geven, douchen, naar bed brengen. Nou, de meesten zullen wel weten hoe dat gaat. En dan zul je zien dat ik het niet kan redden. Dus dat ging hem voor mij gewoon niet worden. Dus toen dacht ik, dan doe ik 4 uur. Of 3 uur, sorry. Beter iets dan niets, toch? Ja, dat is waar, Stephanie. Dankjewel. Zo. Draaien we die nog even om. Kijk, deze bloemetjes die zijn natuurlijk wel, ja, zegt het al, hè, de minis. Dus die zijn wel wat kwetsbaarder. Ik laat die nu een heel klein beetje drogen. Dus dan gaan we ondertussen vast even die andere bloemetjes kleuren. Voordat ik ze helemaal in elkaar ga zetten. Nou, ik vind het wel leuk om nu even een ander kleurtje te gebruiken. Hebben jullie een voorkeur? Oh, deze heb ik de dekseltjes omgewisseld. Oh, Thea, dan is het voor jou juist leuk dat er nu een live gaat. Of er is. Nou, dankjewel, Linda. Eens even kijken. Welke zullen we eens even doen? Deze. Ondertussen even kijken. Paars, roze, roze. Nou, roze tinten had ik ook klaargelegd. Dus dat kan zeker. Nou, aqua blauw, daar heb ik ook klaargelegd. Doe ik nu roze en dan doen we de volgende. Oh. Even kijken. Ik heb ook nog deze roze. Ik heb aan roze. Ik leg ze gewoon even in beeld. Dan kunnen jullie de namen zien. Volgens mij heb ik de Victorian Velvet wel gelinkt. En de rest weet ik niet zeker. Dus anders dan moet ik die andere even toevoegen. Zo. Nou, ik vind denk ik die spun super... niet helemaal erbij passen, maar we gaan even kijken hoe die uitpakt. Mijn brush, die ik heb daar toevallig eentje voor roze tinten. Ik probeer dat altijd een beetje aan de houderkleur te doen. Maar mocht je niet zoveel verschillende hebben, dan kun je die gewoon prima schoonmaken. Hè? En dan kun je hem ze gewoon voor een andere kleur gebruiken. Kijk, dit is een hele licht roze. We gaan gewoon even kijken. We kunnen er altijd met een donkere kleur overheen. Dit zijn de mini florals. En volgens mij, ja, ik meen dat er wel 44 of zo onder staat. Maar volgens mij is dat niet echt op nummers, maar is die gewoon aan de hand van de naam.
En ik heb die op mijn magneetvellen zitten. Dus dat nummer heb ik helaas nu even niet bij de hand. Maar hij is wel gelinkt. En die is van de vorige keer dat er nieuwe bloemen uitkwamen. Daar zat deze mini set ook bij. En ze zijn zo leuk, maar ja. Ik neem er vaak ook niet echt de tijd voor om lekker veel bloemetjes te gaan maken. Dus daar was nu een mooie kans voor. Even kijken, dan pak ik nu die, ja, Tethered Rose. Vinden jullie dit, ben ik geslaagd voor die uitspraak? Geen idee. Die is wat meer, ja, zalm kleurtje. En daar doe ik niet alle blaadjes mee, maar gewoon hier en daar. Ik vind het wel leuk als er wat kleurverschil in zit. En dan hebben we die nog. Dan zit ik bij deze. Kijk eens, dit is een ander bloemetje. Die lijkt er heel erg op, maar dat is deze. Kijk, deze heeft namelijk maar 5 blaadjes en deze heeft er 6. Nou, dan moeten we die ook roze doen. Het is wel grappig. Ik dacht, ik ga bewust nu meteen met deze kleur. Dan kan ik jullie even verschil laten zien. Ik weet niet of je dat heel goed ziet. Doe ik het zo even. Als je die kleur meteen op je bloem aanbrengt, of dat je eerst die lichtroze eronder hebt, dan krijg je toch wel weer een heel ander verschil. Ik weet niet of dat op de camera heel goed te zien is. Maar dan pakt het kleurtje wel echt anders uit. Is niet erg, maar het is juist leuk om zo uit te proberen. Even die. En doen we hem met deze andersom. Ik doe het te weinig en dan gebruik ik weer kanten. Ja, herkenbaar hoor. Dat snap ik helemaal. En die kant-en-klare bloemen zijn natuurlijk ook echt super mooi, hè. Oh, Ineke die heeft het. Floral Minis 2044. Ja, had ik toch wel een beetje goed in mijn hoofd. Ah, dankjewel Adriana, mocht je het nog horen. Fijn weekend. Zo. Kijk, en er is eigenlijk ook niks fout, hè? Lekker doen zoals je zelf leuk vindt. Nou, dit is echt meer een, ja, ik noem het bijna een vintage roze. Echt zo'n oud roze kleurtje. Precies waar ik van hou. Maar daar ga ik alleen maar bij de puntjes heen. Dus dan begin ik gewoon echt aan de buitenkant op mijn mat. En dan ga ik pas mijn blaadje op. Krijgt hij meteen wat diepte. Ja, daar herken ik ook dit van. En ik doe dat ook heel vaak als ik ze nodig heb. Maar zeker met lijst is het wel heel ideaal als ik gewoon wat klaar heb liggen. Misschien dat we straks ook nog wel een poinsettia gaan maken uit de JMA collectie. Ga gewoon lekker een beetje kleuren. Vinden jullie dat wel leuk om ook naar te kijken? Want het is natuurlijk niet, ik wil bijna zeggen hogere wiskunde, maar dat hoeft ook niet, hè. Zijn er van jullie die naar de demodag gaan morgen? Dat wordt natuurlijk weer een superleuke dag. Wel leuk zo, hè? Krijg je echt meer diepte in het bloemetje. Oh, deze Rika, het is superleuk. Eveline denk ik ook. Hey Anneke, leuk dat je nog aansluit. Ja, klopt deze Ree. Die laatste is de Victorian Velvet. Dat is deze. En dat is eigenlijk een kleur die ik helemaal in het begin al wel heb gekocht. Ik heb een aantal oxides echt al jaren. En ik moet zeggen, het blijft wel een product wat je gewoon
altijd weer kan gebruiken. Het is echt een van mijn favoriete producten, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ook voor een achtergrondje. Kijk, en in dit geval vind ik het wel leuk als die juist wel een beetje uitloopt qua kleur. Dus nu doe ik ook vanaf een afstand een heel klein beetje water erop spritsen. Dus niet alleen maar aan de onderkant. Maar dat is dit keer bewust. Want ik vind het wel leuk als die een beetje uitloopt. Nou, dan draai ik ze om. En je kunt ook altijd nog na het vormen een beetje extra kleur opbrengen als je dat leuk vindt. Ga ik ondertussen heel even naar de reacties kijken. Nee, Anneke, ik ben er morgen helaas niet. Janina had het nog wel gevraagd. Maar dat wordt een beetje veel. Met oppas. En ik zou het wel heel leuk vinden om ook weer binnenkort een keertje die kant op te gaan. Maar er zijn hele leuke demo's. Dus mocht je de mogelijkheid hebben om te gaan, lekker van gaan genieten. Hebben jullie een verlanglijstje? Vast wel. Nou, ik ga hem daar nog wel ietsjes donkerder weer maken, want door het water is het natuurlijk wel een beetje verdund. Ik geef lekker af op mijn matje. Oeps. Het vormt wel heel goed, hè, want ik vind het juist zo leuk als die blaadjes een beetje door elkaar heen gaan zitten. Nou, je zou nog veel meer water kunnen gebruiken, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Op het moment dat je echt heel veel water wil gebruiken, dan zou ik die ik meen dat die dan 300 gram is. Die kan natuurlijk nog wel meer water aan. Oeps. Ik ga deze meteen van tevoren even iets donkerder maken. Ja, dat is beter. Het is wel mooi zo, die kleurtjes. Lekker zacht. Oh, ja, dat is wel slim, Desiree. Dat is het leuke als je van tevoren weet dat wanneer je die kant op gaat. Hè? Dan kun je daar ook echt specifiek voor sparen. Ik probeer daar altijd, als ik weet dat wij in de buurt zijn, ook te doen. En wij gaan met kerst gaan wij in 5 dagen uit mijn hoofd. Dan gaan we naar een huisje. Met z'n drietjes gewoon even lekker ertussenuit. En dat is een kwartiertje, geloof ik, van Hobby Vision af. Dus, dan weten jullie wel wat er sowieso op de planning staat. In de hoop dat ze in die week trouwens niet een keertje dicht zijn. Maar dat zien we dan wel weer. Ik denk, die dag dat we aankomen sowieso nog wel open zijn. Zo. Kijk. Oké, leggen we deze heel even aan de kant. En dan ga ik die andere, die alweer een beetje droger zijn. Het is wel grappig. Er lag nog een heel klein beetje geel op mijn mat. Dus daarmee hebben sommige van die bloemetjes een klein beetje geel. Vind ik eigenlijk wel een leuk effect geven. Zo. Doen ze niet allemaal even donker, want ik vind sommige ook wel leuk als ze wat lichter zijn. Zo. Deze nog een beetje.
Ja, dat is waar. Ja, de kerstperiode en Sint is natuurlijk wel extra leuk voor cadeautjes. Maar aan de andere kant, ja, dat is wel last minute natuurlijk als je dan nog cadeautjes wil kopen. Wij kregen gisteren hier al een brief in de brievenbus van de Sinterklaasvereniging in het dorp. Ik doe er even nog een klein beetje extra voor me hoor. Dat je weer chocoladeletters kon bestellen en dat is dan om de stichting zeg maar te steunen. Hebben ze wel goed geregeld, dan kun je dat briefje dus voor de raam hangen. En dan weten ze dat ze bij je aanbellen. Dus dan bellen ze ja, niet bij iedereen aan zeg maar, als je dat liever niet hebt. Dus dat is, hebben ze heel goed gedaan. Maar toen dacht ik wel, oh jeetje, dat gaat toch echt al snel hè. Eens even kijken. We gaan deze vast in elkaar maken. Ik vind die kleur wel echt super leuk. Maar dat blaadje is ook echt mooi veranderd qua vorm, hè? Even kijken. Ik ga deze een beetje lijm aan de binnenkant geven. Deze zou je trouwens ook nog wel met een gaasje. Een gaasje hoor mij. Een gaatje. En een meeldraadje kunnen doen. Kijk, deze hele smalle. Die zou ik daar wel echt mee oppassen, want die zijn echt heel fragiel. Zo. Doe ik hier ook een beetje lijm. En dan plakken we die daarna erbovenop. Nou, je kunt natuurlijk zelf kiezen hoeveel van die blaadjes erin wil, want twee is ook al hartstikke leuk. Zo. En nou dacht ik om misschien in de binnenkant een kraaltje te doen. Ik druk hem op mijn matje nog even. Dus ik ga proberen heel even een beetje zo aan de kant te gaan dat jullie het goed kunnen zien. Maar als hij al in elkaar is, dat ik dan nog heel even op mijn matje met die tool echt een beetje in vorm druk. Kijk, en dan hebben we echt een heel mooi vol bloemetje. Ja, precies, DSG, dat bedoelde ik dus inderdaad. Maar ik had ook allemaal andere kleine kraaltjes gebakt. Even kijken, hier heb ik natuurlijk deze liggen. Maar ik heb ook nog kraaltjes, gewoon echt van. Nou ja, ik krijg hem even niet te open. Kunnen jullie wel een beetje er doorheen zien, denk ik. Deze zijn echt van die rocailles, die zijn nog veel kleiner. Die zijn juist weer wat groter. Ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Liggen daar al chocoladeletters en ook chocoladepepernoten zag ik, ja. Even kijken, schijnt het echt naar resten vlakbij, want misschien wil ze de winkel wel voor jou open. Ja, nou, ik denk dat ze het misschien ook zo doen ook. In ieder geval even een kopje koffie drinken. Spreken we meestal af, als ik in de buurt ben. Oh, deze zijn zo schattig. Doe gewoon een beetje lijm erin. En dan doe ik er wat in laten vallen. Deze zijn natuurlijk super dun. En heel klein. Maar dat is wel heel leuk. Nou weet ik alleen niet of jullie dit heel goed kunnen zien op de camera. Ik ga hem zo even wat dichterbij doen hoor. Moet ik alleen voorzichtig doen. Dit moet wel even goed drogen. Kijk. Mijn handen zijn natuurlijk niet de mooiste handen, maar ja, daar kunnen jullie wel doorheen kijken. Even kijken, ik denk dat jullie het zo misschien wel kunnen zien. Dat is één. Ik leg hem even voorzichtig aan de kant. En ik doe heel even mijn dekseltje er goed op, want anders weet ik wel wat er gaat gebeuren. Oké. Nou. Dan gaan we deze doen. Ik denk dat ik er hier twee van maak. Maar dan gaan we even kijken. Deze begin ik in ieder geval even onderaan. Beetje lijm. Leg ik de volgende er weer op en dan hou ik hem weer even vast. En dan probeer ik ook altijd een beetje zo te draaien zoals ik hem wil. Nou, wat je zou kunnen doen, is er nu even een derde op leggen om te kijken wat vind ik leuk. Maar kan ook nu gewoon even een beetje rollen.
een beetje drukken. Kijken of ik er nog één extra bij wil. Zo is die eigenlijk ook al leuk, hè? Ik denk toch dat ik er nog één bij doe. Ja, lieve Aunt Martine, die kleine bloemetjes. Wat gezellig dat je er ook bent. Nou, we zijn toch nog met 70. Dat is toch voor een onverwachte live wel heel gezellig. Doet mij wel goed. Zo, ja, dit vind ik toch beter. Nou, je zou natuurlijk die vierde er nog op kunnen doen, maar ik denk dat die dan een beetje vol wordt. Ja, kunnen we beter straks nog één extra maken. Oh, ik ga ermee gooien. Hij is helemaal rood aan de achterkant. Zo. Eens even denken. Wat gaan we daarin doen? Wat je ook zou kunnen doen als je geen kraaltjes hebt. Om bijvoorbeeld een pailletje erin te stoppen. Nee, ik vind deze qua vorm niet echt gepast. Of een pareltje. Dat is ook leuk. Die heb ik hier trouwens ook wel liggen. Kunnen we bij deze wel doen. En dan wil ik de randjes dadelijk, als die helemaal in elkaar zit, nog een beetje een extra kleurtje geven. Ja, dat vind ik super leuk dat jullie gezellig meekijken. Even kijken. En dan doe ik deze. Oh. Er zit hier geen tipje onder. Soms heb je dat, hè. Deze wel. Zo. Dan kun je met je hand natuurlijk ook nog een beetje je blaadjes vormen. En wat ik dan wel even wil proberen, maar dan moet ik wel echt zo'n heel klein mini tooltje hebben. Dus dan moet ik heel even naast mij kijken. Want die heb ik zeker, maar waar? Ja, ja. Zeg het eens. Hier, oké. Dan wil ik eigenlijk even proberen als ik dan een beetje. Of van deze. Nee, deze zocht ik. Die Rusty Hinge. Natuurlijk mag je dat vragen, Ingrid. Dit zijn de mini flowers van ECD. En ik begreep net dat dat de 2244 is. Maar dat zeg ik uit mijn hoofd. Ik ga eventjes... Nee, terugscrollen lukt niet. Hij staat gelinkt. Het zijn de mini flowers van ECD. Ik druk hem heel even een beetje op mijn matje af. Dat de meeste kleur ervan af is. En dan ga ik zo een beetje aan de zijkant van die blaadjes nog langs. Kijk. En dan hebben we nog wat extra kleurtjes. Dus dat is ons tweede bloemetje. Nou, dan gaan we met die roze stoeien. Nou, die roze die ga ik dadelijk als die in elkaar zit wel wat extra kleur geven. Want ik vind hem een beetje... Net niet. Maar goed, dat is mijn... Oh, 2044. Dankjewel. Ik was al aan het twijfelen. Kijk. Goeie hulp zijn jullie. Zo. Nou, daar gaan we beginnen. Met... Deze. Dit bloemetje is gewoon wat kwetsbaarder omdat ik hem natuurlijk wat meer nat had gemaakt. Zodat die kleurtjes in elkaar gingen overlopen. Dus ik had eigenlijk iets minder water moeten gebruiken. Tenminste, dat had ik mooier gevonden. Het is niet erg hoor, het droogt wel weer. Maar dan moet je een beetje oppassen, want dan is hij gewoon wat kwetsbaarder. Zo. Dan doen we er nog wat lijm in. We daar deze op. Er zitten in het setje, voor degenen die dat nog niet hadden gehoord, zitten 12 verschillende bloemetjes in. Kijk, nou vind ik hem in elkaar gewoon alweer meteen een stuk leuker, hè? Grappig is dat. Nou, dan doen we deze drie, maken we ook één setje van.
Want ik vind 3 wel genoeg. Ja, Ali, dat is ook leuk. Om daar een roosje mee te maken. En met foam, hè. Met foam is dit ook heel leuk. Het is ook een leuk modelletje om met foam te doen. Gaan we een andere keer doen. Goed? Maken jullie wel eens bloemen van foam? Of welk papier vinden jullie prettig? Of ander? Die fabric is ook leuk. Wat vinden jullie leuk om te gebruiken? Kijk. Dat is deze. Nou, dan denk ik dat ik daar ook wat kraaltjes in ga doen. Even kijken wat ik leuk vind. Wat je trouwens ook zou kunnen doen, als je wel leuke meeldraadjes hebt, maar je durft er geen gaatje in te prikken. Maar dan moet ik heel even spieken waar ik nu mijn bakje daarvoor heb neergelegd. Ik weet niet of ik die nou... Ja, wel, op mijn bureau. Je zou natuurlijk een beetje... Dit is even... Dit zijn toevallig een bakje met de nieuwe. Deze zijn met zo'n suikerlaagje. Ik laat hem even in beeld zien hoor. Ik moet even zoeken waar... Hoe jullie het beste kunnen zien. Maar dit is met zo'n heel lief... Ja, suikerlaagje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Je zou er natuurlijk voor kunnen kiezen, omdat je er nu niet kan prikken, om er gewoon een stukje van af te knippen en hem erin te plakken. Dan gaan we gewoon eens even proberen. Kijken waar mijn kleine schaartje is. Als iets niet kan zoals het moet, dan doen we het gewoon zoals het kan. Ik zie alleen even mijn kleine schaartje niet. Nou ja, dit kan ook. Zo. Toiletpapier. Ja, dat kan ook. Ja. Servetjes. Kijk, en dan voorkom je dat je je bloemetje helemaal kapot maakt. Zo. Nou, doen we er nog eentje. Ik kan nou even dubbel vasthouden. Dit kunnen jullie denk ik niet heel goed zien, want dan zit ik ervoor. Ik ga even proberen of ik hem wat beter zichtbaar kan maken. Ja, dat is een beetje moeilijk om te laten zien, denk ik. Maar dan steekt hij eigenlijk als het ware er een beetje tussenuit. Ik zal proberen op de foto dat wel een beetje zichtbaar te laten zijn. En dan doen we dat bij deze. Doen we wat lijm erin. Oeps. Het is toch fijn dat we zoveel lijmspulletjes nu hebben die gewoon zo ontzettend smal zijn, hè? Anders hadden we dit niet kunnen doen. Zo. En dan pak ik daarbij een beetje... Ik laat hem vallen. Ik wilde even een andere kleur pakken. Fellere roze.
Nou, dan laat ik hem verder nog gewoon even drogen. Zo. En dan gaan we even verder met een andere. Ja, splitspannen, dat kan ook. Ja, dat is ook een leuk idee. Dat is ook een goeie. Nou, deze die hebben we ook. Moeten eigenlijk ze wel een beetje in zicht houden, hè? Wacht, ik ga ze hier in die vakjes neerleggen. Zo kunnen jullie ze niet meer zien. Hier had ik trouwens wel gisteravond een meeldraadje doorheen gedaan. Ik heb hem er nog niet uitgehaald of verder kleiner gemaakt. Dus het kan wel, maar je moet dan wel echt heel voorzichtig zijn. Dat had ik gisteren eventjes geprobeerd of het lukte met een gaatje maken. Toen heb ik hem met deze gedaan. Let niet op hoe vies die bij mij is. Dat is heel veel gebruikt. Maar dan kun je zo drukken om een gaatje te maken. En die heeft ook wel een kleintje. Even kijken, daar gingen we naar blauw, hè? Kijk, en hier is de opening wat groter. Dus hier zou het eventueel wel kunnen. Maar we gaan dus even naar de blauw tinten. Pakken we even mijn blauw tinten. En dan heb ik deze klaargelegd. Ik heb nog meer blauwe tinten, maar ja, we moeten ook niet te veel keuze hebben, denk ik. Nou, die donkere is echt puur voor de randen. Ik begin even met die speckled egg. Nou, dat is wel een van mijn favoriete kleurtjes. Een favoriete kleur eigenlijk. Of een favoriet merk misschien. Dat is ook wel grappig om te horen. Zo. Nou, dan gaan we daarna naar die Stormy Sky. Ik vind dat ook wel echt een hele mooie kleur. En daar ga ik eigenlijk gewoon een beetje zachtjes overheen. Dus ik ga dat niet te donker doen. Dus ik blijf eigenlijk uit het midden. Prijswinnen is al bekend. Oeh, dat durf ik je niet te zeggen. Dat is wel een goeie, ja. Het is wel vrijdag, hè. Ik denk dat ze die nog dan bekend gaat maken. Spannend. Je zult maar €25 winnen. Daar weten we wel raad mee, toch? Kijk, hier was ik niet begonnen vanuit, per ongeluk hoor, vanuit de buitenkant zeg maar op mijn mat. Dus dan zie je meteen dat hij weer wat donkerder is, hè. Is niet erg, want ik ga laten zien hoe we dat gaan oplossen. Maak ik mijn kwastje even schoon. En dan ga ik gewoon weer naar de speckled egg. En dan ga ik er daar bij die een klein beetje overheen. Zo, en dan maken we deze nog wel ietsjes donkerder. Want dan wil ik wat meer verschil bij sommige blaadjes. Dus niet bij allemaal, gewoon bij een paar. Het is wel een hele mooie kleur trouwens. Nee, dit is wel leuk in het blauw. Even kijken. Nou, zullen we die maar eerst in elkaar zetten? Ik was al van plan om misschien eerst nog eentje in die kleur te doen. Maar we gaan hem eerst even in elkaar zetten.
Het gaat wel vreselijk snel, zie ik. Zo. Pakken we die er weer bij. We kunnen ze ook heel even aan de kant leggen. Dus het meeste natte ervan af. En dan doen we eerst even een andere nog aan de kleur brengen. Welke hebben we nog niet gehad? Wat blaadjes. Dat kunnen we wel doen, want dan hebben we niet zoveel in één keer. Zo. En dan gaan we daar natuurlijk, of natuurlijk, dan heb ik daar wel groen voor in mijn hoofd. En van de groentinten had ik deze klaargelegd. Oh, ik moet heel eventjes de oplader eraan gooien, want anders dan zijn jullie dadelijk weg. Zo. Nou, hebben jullie deze in ieder geval even kunnen zien? Zo. En dat zijn natuurlijk wel tinten die een beetje uit elkaar liggen. Ik ga even kijken wat mooi is. Je moet nooit met water werken. Doe vooral wat je zelf fijn vindt. Het ligt ook wel een beetje aan het materiaal hoor. Je kunt ze ook zeker wel vormen zonder dat je ze een beetje nat maakt. Ik vind het gewoon altijd leuk als die kleuren een beetje wisselend zijn. Gaan we weer vanaf de buitenkant beginnen en een klein beetje naar het midden toe. Kijk, en er zijn natuurlijk heel veel groentinten, hè? Welke hier ook wel mooi bij is. Maar dan moet ik hem eventjes kijken, want ik denk dat ik die wat verderop op mijn bureau heb liggen. Ik kon niet alles bij de hand leggen. Ja, is deze, die Forest Moss. En dan heb ik ook nog zo'n, oh, weet hij nou? Rustic Wilderness of zo. Ja, ha, ik heb hem gewoon. Deze. Die zijn denk ik ook wel heel mooi voor de blaadjes. Doe ik nog een beetje met die Rustic Wilderness. Doe ik nog een beetje de randjes. Ja, dat is mooi. Krijg je wel echt schaduw. Dan zien jullie het denk ik beter op het moment dat ik dadelijk het blad even een beetje schoon heb gemaakt. Zo. Ja, ze kunnen ook zeker droog gevormd worden hoor. Is maar net hoe jij het prettig vindt. Nou, ik spreek deze eventjes op de kop alvast een beetje nat. En dan pak ik ondertussen die bloemetjes om die vast te gaan vormen. Zo. Nou, ga ik weer eerst met dat lepeltje. Zo. En je kunt natuurlijk ook nog stempelen op je bloemetjes, hè? Maar ik heb dat bij deze kleintjes heel bewust niet gedaan. Want ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk wel zo al heel leuk. Oh, bah, er zit een kleurtje op mijn matje. Dat is het probleem. Oh, sorry voor de geluid. Nou, ga ik die zo wel even opnieuw kleuren. Nou zit er wat rood in dit bloemetje. Zie je dat? Ik heb helemaal niet met rood gewerkt. Nee toch? Dat hebben we toch helemaal niet gedaan? Ja. Kijk, dit bloemetje is alweer een beetje droog. En dan zie je wel dat ik echt wat moeilijker
of ja, hij gaat wat minder snel vormen. Ja, dan stempel ik wel eerst petronella en dan pas ga ik hem vormen. Dus als die nog plat is, dan stempelen. Ja, het zou ook roze kunnen zijn inderdaad. Dat is een goeie van je, want samen met het blauw. Ja, het zou ook nog kunnen. Maar dat is niet erg, want we kunnen dit gewoon nog wat blauwer maken. Pakken we even ons blauwe toeltje. Die is wat groter, maar dat maakt niet uit. En dan pak ik eventjes deze. Hou ik hem hier heel even vast. Ho. En dat midden zien we dadelijk niet meer, hè? Want het zit hier toch in elkaar. Ja, het zal wel een mengelmoesje zijn van de kleurtjes. Zo. Hier nog wat extra. De laatste heeft het niet. En dan gaan we deze gewoon onderop doen. En daar gaat deze mooi op. En dan zien we er niks meer van. Sterker nog, dan hebben we dadelijk gewoon leuke kleurtjes door elkaar. Dan doe ik hem even met mijn hand een beetje eromheen vouwen. Kijk, ziet het er alweer heel anders uit, hè? Dus niet meteen denken, oh, dit gaat niet goed komen. Komt echt goed. Dat komt echt goed. Sterker nog, ik zie Alette al zeggen, de hortensie. Ja, inderdaad. Doet me ook denken. En dan is het dat kleurverloop alleen maar leuk, hè? Kijk. Toch een heel leuk bloemetje zo geworden. Even denken wat ik hierin ga doen. Kijken hoe ik dat met deze kraaltjes vond. Nou, die zitten er wel heel mooi in. Ik denk dat ik dat misschien wel ga doen. We hebben natuurlijk ook van die mooie blauwe pareltjes. Dat is ook leuk. Maar die had ik bij een project neergelegd. Dus daar kan ik nu even niet bij. Nee, dat gaat nu niet lukken. Dan doen we hier ook de kaaltjes in. Klein beetje lijm. Zou je trouwens ook met een klein beetje mat medium kunnen doen? Op de blaadjes van de bloem, op de blaadjes, gewoon echt letterlijk de blaadjes. Baby. Als ik jouw naam goed uitspreek. Dat vind ik een goed idee. Om die kleur toe te voegen. Zo. Deze die laat ik gewoon zo drogen. En als die dan droog is. Dan kunnen er een paar nog iets van afvallen. Die niet op de lijm zitten. Maar dat is niet erg, hè. Maar dan laat ik hem eerst goed drogen. Ga ik heel eventjes. Met mijn kusrolletje over mijn matje heen. Kijken of die afgeeft. Nee, dat valt er eigenlijk wel mee. Nou ja, we gaan het maar gewoon proberen. Dan gaan we de blaadjes vormen. En dan ga ik daarna gewoon inderdaad, met die, welke was het ook alweer? De Rusty Hinge heet die. Nou, hier ga ik van boven naar beneden, helemaal in het midden met mijn lepeltje. Dus van boven zo door naar beneden. Eigenlijk waar de nerf van je blaadje zit. Nou, dan zie je al meteen dat die heel mooi gevormd is. En dan ga ik nog
een beetje bollen. En je kunt natuurlijk ook je bloem de andere, of je blad de andere kant op doen, hè? Dat je hem niet op de kop legt. Kijk, heb je meteen een heel mooi bol blaadje. Nou, doen we die inderdaad eventjes een herfstkleurtje geven. Even kijken, ik krijg er geen meeldraadje doorheen. De lijm is te hard geworden, dus ik ga voortaan eerst. Oh ja, ik doe eigenlijk ook altijd een klein gaatje prikken met de meeldraadjes. Maar daarom vind ik het ook altijd, zeker met deze kleine bloemetjes, zijn ze natuurlijk heel kwetsbaar. Dus dan moet je gaatje echt mini zijn. Oeh, zo krijg je echt leuke herfstblaadjes. Oh, ik zou zo graag die kleur voor jullie heel duidelijk in beeld willen krijgen. Ik ga het zo proberen. Nou, je moet wel tegen vieze vingers kunnen. Kijk. Even kijken hoor, of jullie dit zo zien. Anders pak ik ze op. Nou zijn ze en mooi gebold. Maar ze zijn ook aan de zijkant. Hebben ze echt een kleurverloop. Ik ga nog een beetje verder inzoomen. Even kijken. Oh, ik heb echt enorme vertraging. Is het beeld zo nog helder genoeg? Nou, leggen we die bloemetjes er ook even bij. Kunnen jullie het zien? Mooi, hè? Die kleurencombinatie is echt top. Oep. Kijk, nou, zo kunnen jullie hem wel zien, denk ik. Ja, dat is zeker waar, Aletta. Als je met alcoholmarkers kleurt, dan drukt het zo door dat je de onderkant ziet. Ja, en wat ook wel leuk is, is je zou dit trouwens wel, maar dat is ook op waterbasis, met alle markers op waterbasis kunnen doen. Bijvoorbeeld dus, de light markers, als je die wel in meerdere kleuren hebt. Wat ook leuk is, is met de Lindy's sprays. En de watervaste markers. En dan heb ik bijvoorbeeld die van Faber-Castell. Die zijn ook goed te gebruiken. Nou, zo konden jullie het wel goed zien, denk ik. Nou, gaan we weer even terug doen. Oep. Even wiebelen. Zo. Ik ga er nog een paar bloemetjes. Gewoon alleen even kleuren, niet meer in elkaar zetten. En dan ga ik hem afronden. Was er nog een kleurtje niet aan de orde gekomen, maar wel genoemd? Hebben we één kleur nog niet gedaan? Paars. Ja, oké. Ga ik nog even een paarse doen. Dat is voor mij een enorme uit mijn comfortzone. Maar ik heb wel paars. En ik heb nog een lila kleur, geloof ik. Ja, deze. Even kijken. Beginnen we met die hele lichte. En dan pakken we deze. Oh, categorie. Ik was al aan het denken. Wat bedoelt ze met categorie? Woordenboek ook soms, hè? Heeft iedereen last van, denk ik. Nou, je ziet al hoe nieuw die is. Zo vaak gebruik ik die. Ja, paars is echt uit de, uit mijn comfortzone. Maar het grappige is wel, paarse bloemen vind ik dan wel weer mooi. Normaal in het echt, hè? Dus niet hobby gerelateerd, maar gewoon een bos bloemen, paarse bloemen erin. Dus wie weet, is het wel een goeie om hier een keer paars voor te gebruiken. Al vind ik deze kleur wel
echt richting blauw gaan, eerlijk gezegd. Zo mooi. Ja, het is wel echt een goeie. Nee, misschien heb ik er wel een verkeerd dekseltje op gedaan of zo. Nou, dan gaan we naar. Ik leg ze gewoon even open. Oeh, die is best wel fel. Maar deze is al helemaal fel. Nou, ik ga er bewust wel een beetje overheen dat hij niet alleen maar licht is. Want ja, jullie vragen paars. Dan moet wel paars zijn, hè? Moet niet vals gaan spelen. En de body lila houden. Ja, dit is zo ontspannend om te doen. Het is weer een goede reden om allemaal wat vaker hier de tijd voor te nemen eigenlijk, hè? Nou, morgen is Mia bij de demodag met die creppapierbloemen. Oh, die kan dat zo goed. Ben even aan het denken. Wie weet gaat er een wereld voor je open. Voor paars. Linda, ik denk dat jij deze bedoelt. Oh, mijn beeld wiebelt heel erg, zie ik. Nou, dat is al een tijdje terug, denk ik. De vertraging is enorm. Even kijken, dan heb ik nou nog wat violet. Die past denk ik het beste voor de randjes. En jullie hebben wel gelijk. Het is wel heel tof zo bij elkaar. Ik ga even kijken of ik die andere kleur erbij vind passen, maar denk ik niet echt. Misschien wat stipjes. Ja, dat is wel leuk. Dus met die laatste, dat is deze, doe ik alleen maar hier en daar een beetje aan tippen. Even kijken, wie was te laat? Oh, Anne, sorry. Het was ook een beetje onverwachts. Maar je kunt hem uiteraard altijd terugkijken. Ik zal hem straks ook, komt hij ook op het YouTube kanaal van Hobbyvision en ook op die van mezelf. Dus dan kun je hem op allerlei plekken terugvinden. Nou, die gaan we nog even bollen en dan stop ik er echt mee. Waar is mijn water? Niet veel. Ik wil echt maar een heel klein beetje. Een matje. Heel goed. Leuk als je terugkijkt. Zo, doen we even op de kop. Het is wel een leuk modelletje dit ook. Heb ik zomaar een paars bloemetje gemaakt. Maar ja, nu is de vraag, waar ga ik die voor gebruiken? Voor een bos bloemen met allemaal kleurtjes. Dat is ook leuk, hè? Bij een gewone bos bloemen vind ik dat heerlijk als die gewoon echt... Maar zo'n bos bloemen met de herfsttinten vind ik ook heel mooi. Ik ben aan het sparen voor zo'n hele... mooie boszijde bloemen. Ik weet niet of iemand van jullie dat kent.
Die zijn zo mooi, maar ook wel kostbaar. Ja, het is natuurlijk wel heel lang plezier van. Oeps. Die schoot er even in. Kijk, doen we nog even zo terug. En die ook. Oeps. Zij de bloemen zijn mooi, hè? Ja. Oh, ik vind dat ook zo mooi. Ik heb een bond gekregen voor mijn verjaardag. Nou, dat was in februari. Dus we zijn er nog steeds niet aan toegekomen om daar voor op pad te gaan. Ik had al een paar keer een datum geprikt met mijn moeder. Dat is een cadeautje van mijn moeder. En elke keer was er iets. Of de winkel was dicht. Of er was iets. Dus ik denk dat ik gewoon wacht. En dat ik er dan een grotere bos bloemen van maak. En mijn extra tijd om nog eventjes wat te sparen. En ik meteen een mooie. Maar ja, alles is zo mooi, hè. Dus wat kies je dan? Zo, dan doen we daar weer wat lijn. En dan gaan we daar natuurlijk wel zo'n paar pareltjes in doen. Want die heb ik hier liggen. En die past daar natuurlijk perfect bij. Kijk nou. Hebben we gewoon ons paarse bloemetje. Oh, moet ik wel in beeld gaan zitten. Het is echt ongelooflijk. Ik zie gewoon echt, en ik denk dat er wel 30 seconden vertraging op zit. Ja, dat is waar, Irene. Nou, verse bloemen heb ik eerlijk gezegd niet zo vaak. Omdat ik ontzettend last heb van de pollen. En dan vind ik dat gewoon zonde. Dus ik vind het wel heel mooi. En soms dan dacht ik nog, ja jammer dan, ik heb het ervoor over. Maar dan zijn zijdebloemen natuurlijk helemaal een uitkomst. Zo. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel gezellig. En ik vond het ook heel... ja, leuk om op deze manier aan de slag te gaan. Lekker met bloemetjes maken. Mochten jullie er ook mee aan de slag gaan, hoor ik het natuurlijk graag. Voor degene die morgen naar de demodag gaan, heel erg veel plezier. Ik hoop jullie de volgende keer ook weer te zien. En ja, ik vond het nu in ieder geval weer erg leuk. Morgen is er voor de thuisblijvers uiteraard ook nog een leuke demodag met 3 online demo's. En Tiet zal de ochtend starten met een superleuk project. Dus mocht je mee willen doen, dan is dat daar dus zeker nog een optie. Kijk daar vooral even naar. En ik wens jullie heel veel plezier. En ik zie natuurlijk ook heel graag wat jullie allemaal gekocht hebben. Tot in ieder geval woensdag in de JMA-groep. Dank jullie wel. Doei doei.